Leuk dat je weer kijkt. Hey, Jack, jij hier? Samuel. Nou, oké, wat zien we achter ons? Rijksmuseum, slavernij. Je ziet het vandaag overal nog terug. Verschillende manieren. Slavernij, discriminatie. Maar er is één die vrijheid brengt, echte vrijheid, en dat is Jezus Christus. En ons verlangen is dat Gods Koninkrijk vandaag gaat baanbreken hier in Amsterdam. Yes, genezing, profetie, gewoon lekker mensen liefhebben, vertellen over Jezus. En heb jij er zin in? Ik daag je uit, ga met ons mee en tot zo. Ik geloof dat God liefde is. En dat als christen dat je Gods liefde probeert uit te dragen aan de armen, aan mensen met problemen, gewoon echt aan iedereen, dat je liefde bent. Maar hoe breng je die liefde uiteindelijk in de praktijk? Nou, bijvoorbeeld mensen met klachten. In de Bijbel lees je over een Jezus die zieken geneest. Nou, heel veel mensen zeggen van ja, oké, mooie Bijbel, staan allemaal bijzondere verhalen in, maar is dat wel voor vandaag? Nou, Jack, is dat voor vandaag? Absoluut, absoluut. Jack, kun jij alsjeblieft even voor Florian bidden? Dank u Jezus voor Florian. Dank u wel, Heer, dat u zijn schouder wilt aanraken op dit moment. Dank u wel dat u de pijn wil wegnemen in Jezus' naam. Heilige Geest, meer van u op dit moment. Vul hem van top tot teen met uw liefde, Heer. En neem zijn pijn weg. Pijn, ontsteking, verdwijn. Het is wel minder, zeg je. Wat is het? Een 0, een 1 of een 2? Anderhalf. Anderhalf, anderhalf. Dat is een best een flinke daling, toch? Dat is 50%. Nou. Het is meer. Echt fors. Maar weet je het zeker? Is het echt een goede schatting? Ja, maar hey, ik ben hier niet tevreden mee. Als we een God hebben die echt bestaat, ik bid even verder. In Jezus' naam. Ik zeg, iedere pijn in je schouder wijk, omdat God van je houdt, Florian. Ik bid ook gewoon dat je een warmte voelt door je hele schouder in de naam van Jezus Christus. En deze schouder is compleet gezond in Jezus' naam. Nou, test het even voor me. Ja, nee, ik ga... Ja, het gaat dit helemaal weg. Helemaal weg. Dus God vertelde me net dat een jongen hier zou zijn, nou niet per se een jongen, ik wist dat de jongens zaten, maar dat iemand last had van zijn rechter schouder. Dat was Florian en Florian heeft nu geen last meer van zijn schouder. Maar ik vind het knap dat je dat zo doet, want ik kan me ook voorstellen dat er dan ook wel mensen zijn die al een blokkade van zichzelf hebben. Klopt. Hoe ja. Ervaar je dat? Nou, heel veel mensen hebben een verkeerd beeld van God. Inderdaad, die man met die hele lange baard. Ergens ver weg, maar God is heel dichtbij en die wil heel dichtbij zijn, ook voor jou en zijn liefde laten zien. Maar hoe verklaar je de hele situatie met corona? Nou ja, ziektes zijn er altijd al geweest. De pest hebben we gehad, dat was stukken erger dan corona. Ik ben blij dat ik nu leef en niet in die tijd. Maar ik geloof wel dat er iets is als duisternis. Als iets wat mensen kapot wil maken. Waarom zijn er zoveel scheidingen in Nederland? Waarom is er zoveel seksueel misbruik? Waarom is er zoiets als haat, moord, zulke dingen? Waarom zit er dat slechte in de mens? God heeft ons een vrije wil gegeven waarin we kunnen kiezen. Kiezen we om liefde te zijn, om liefde na te volgen en de persoon van liefde? Of kiezen we om voor onszelf te leven? Macht, geld, drank, drugs. Dat zijn de verlangens van mensen vaak. Als je God niet hebt, dan ga je naar bepaalde dingen op zoek. Ik kan jou een heel verhaal vertellen. En dat is een beetje theorie, maar het beste is als God zichzelf aan jou laat zien. Ik zou het tof vinden als ik voor jou mag bidden. Sta je ervoor open dat God zichzelf laat zien als een God die echt is, als die de waarheid is? Ik ga nu voor Roger bidden dat God hem aanraakt met zijn liefde. Heer God, ik dank u dat u een vader bent, een vader die heel veel van Roger houdt. En ik bid gewoon dat u op dit moment komt. En dat u zichzelf laat zien, dat u uzelf bekend wil maken aan Roger. Ik bid dat u komt als een warmte. En ik bid dat u door hem heen stroomt, Heer, op dit moment van top tot teen. Dat hij fysiek mag voelen. Dat u echt bent. Dat u dichtbij bent. Dat u niet de dode God bent van religie, van kerkgebouwtjes, maar dat u een God bent die in hem wil wonen. En ik dank u, Heer, dat uw kracht nu door hem heen stroomt. En dat hij een ontmoeting met u mag hebben als een vader, God, die heel dichtbij is. Met een Jezus die voor hem gestorven is aan het kruis. Uit liefde. En ik dank u daarvoor, God. Amen. Toen jij zo je hand op mijn schouder legde, je voelde wel een bepaalde
een bepaalde tinteling door je lichaam. Dat zeker, ja. Vet. Ja, dat. Ja, maar je voelde wel wat. Dus. Ja, een bepaalde warmte of een bepaald. Ja. Maar gewoon een lichte een prikkel, zeg maar. Ik wacht heel even, omdat ik een geweldig persoon aan jullie voor wil stellen. Een glorieus persoon. Ik zal even die frons van mijn gezicht afhalen. Hey! What's up? Wie ben What's jij? What's up? Ik ben Jan. Ik ben Jan. Hey Jan. Ik heb gewoon een hotdog met zuurkool ja. En curry en mosterd en mayonaise. Jan is een hele goede vriend van mij en vertel eens wat, wie ben jij? Nou, ik kom net Nederland weer binnen met een jetlag van hier tot Nicaragua. Wauw. Dus ik ben aankomen liften vanuit Beets, een klein dorpje in het noorden van Amsterdam. You make me sing, 'cause you know how to play. All right, thank you God, thank you so much for your daughter, for your precious child, Lord. Thank you that you're so excited about her life. And thank you, Holy Spirit, that you come right now. And that you touch his body. You touch his chest right now in Jesus' name. And thank you that this muscle inflammation, you'll be canceled right now. Muscle inflammation, you'll be canceled. All pain, you go. And I just declare peace in his body right now in Jesus' name. Full restoration, all pain goes. And thank you, Holy Spirit, that you just touch this heart. And you reveal yourself like you've never done before. That you're closer and more excited about her life than she ever thought. And that you love her so much more than she could ever imagine. And you're so much real than she could ever imagine, Lord. Thank you, God, what you're doing right now in this body. And thank you that this pain will be completely gone tonight when she's checking it out. Thank you, Father, for her life. Your amazing smile over her life, God. We love you. Yes. Well, thank yes. you. Thank you, that was really beautiful. That was really nice. Ga naar beneden, druk op die abonneerknop en druk ook even op belletje en zet alle meldingen aan, zodat je iedere keer een melding krijgt als een nieuwe video uitkomt. Dankjewel en wat is God goed.